Hallo, welkom allemaal bij de eerste vlog van Visueel Notuleren. Mijn naam is Hanneke. En ik ben Ruud. En wij gaan je vandaag meenemen in de wereld van het tekenen. Visueel Notuleren kan namelijk superhandig zijn om je gedachten concreet te maken en het ook te delen met anderen. En wij willen dit graag met je delen door enkele tips en tricks aan je te laten zien. Dat willen we doen aan de hand van een praktisch voorbeeld. Waar we uiteindelijk drie onderwerpen verder gaan verdiepen. Ja. Namelijk, hoe tekenen we mensen, objecten en ook hoe geven we deze mensen nou eigenlijk een emotie. Dus laten we beginnen met het praktische voorbeeld. Ja, nou, Ruud tekent mee en hij is onze visuele notulist van vandaag. Oké. Okay. Nou, we zitten nu enkele weken, nou, maanden zelfs al in het nieuwe jaar. En hoogstwaarschijnlijk is er ook bij jullie in het bedrijf een nieuw jaarplan gepresenteerd. Op de nieuwjaarsborrel is dit hoogstwaarschijnlijk je baas of directeur geweest die de plannen van 2020 vol goede moed aan jullie heeft verteld. Natuurlijk gaat dat tijdens zo'n borrel hartstikke snel en waarschijnlijk weten jullie niet meer wat er allemaal in dat jaarplan stond. En daarom gaan wij dat jullie vertellen. Namelijk, het jaarplan van 2020 wordt vastgehouden hier door je baas en bestaat uit ongeveer 5 onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over telefoons op de werkvloer. Wacht even, door je baas? Ja, dat heb je altijd hè, met die strategieën, gaat allemaal zo snel. Ja, en het is dus ook belangrijk dat je zelf even aangeeft dat je bezig bent met het maken van een notule. Zeker waar. Niet alleen jij hebt hier voordeel van, maar ook je collega's. Nou, dus, goed dat je even op de rem trapte. Je baas, je hebt 5 onderwerpen eigenlijk. Ja, inderdaad. Er zitten 5 onderwerpen in het jaarplan. En de eerste ging over de mobiele telefoon. Wordt namelijk veel gebruikt op de werkvloer. Samen met Instagram en WhatsApp zijn dit grote afleiders. En dat willen we eigenlijk niet meer hebben. En daarom is in het jaarplan beschreven dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van telefoons op de werkvloer. Oké. Okay. Wat er tegenover staat, is wel dat iedereen een nieuwe laptop krijgt. Omdat de oude laptops verouderd zijn, krijgt iedereen een nieuwe MacBook Pro. Doe maar. Mm-hmm. Erg netjes. Zeker. Daarnaast staat 2020 ook in het teken van duurzaam ondernemen. Dat betekent dat bedrijven zoals wij minder papier willen verbruiken. Want dat is niet zo goed voor het milieu. Maar ook dat we op een duurzame manier om willen gaan met onze klantrelaties. We willen er meer tijd in steken om klanten langer bij ons te houden. Maar we willen ook meer gaan mailen in plaats van al die brieven blijven sturen. Mailen, oké. Okay. Ja. Het wordt dus een envelopje. Hè? Maar dit is minder post, maar wel digitaal. Dus een apenstaartje erbij. Vindingrijk. Wat was het laatste onderwerp? Ja, het laatste onderwerp, we kennen het allemaal, hot and happening, de mentale gezondheid. Dus nou. We willen ook wat rustiger aan doen op ons werk. En daarom wordt de lunchpauze met 10 minuten verlengd. Oké. Okay. Nou, dit is mooi. Dit lijkt een duidelijk plan. 1, 2, 3, 4, 5. Top. En dit plan is, zoals ik net al zei, op de nieuwjaarsborrel gepresenteerd aan alle collega's. Dus je kan je voorstellen dat dat een hele hoop mensen zijn, maar ook een hele hoop verschillende meningen. Er zullen mensen zijn die heel erg tevreden zijn met het jaarplan en staan te juichen om de MacBook Pro. Kan ik me voorstellen. Sommige mensen hebben het misschien niet helemaal begrepen. Waren het nou 5 punten of 8 of 2? En er zullen ook mensen zijn die misschien ontevreden zijn over de nieuwe jaarplannen. Daar sta je dan, met al je collega's. Ja. Nou, en zo vat ik eigenlijk samen wat er besproken wordt. En vaak ga ik dan ook in discussie over wat er verteld is. Maar ik denk dat het zo duidelijk is hoe jij het vertelde, dat het niet eens meer nodig is. Misschien wel leuk om even te kijken naar, ja, hoe tekenen we nou die mensen? Hoe tekenen we nou die objecten? En hoe geven we ook wat meer betekenis aan die mensen? Ja. Waar wil je mee beginnen? Nou, het lijkt me leuk, denk ik, om te beginnen met
de directeur zelf of je baas. Ja, hoe zorg je maakt natuurlijk helemaal niks uit, hè, Anneke. Iedereen is een mens en daar gaat het om. En dat non-verbale, daar zit het in, denk ik. Oké, we gaan beginnen met mensen. Hoe tekenen we die directeur nou eigenlijk die dat jaarplan vast heeft? Nou, directeur of niet. Ik denk, mensen zijn gewoon de basis van alles. Ja. Dus daar gaat het om. En ook, hoe geef je die houding? Non-verbale communicatie is een groot onderdeel daarvan. We kijken dadelijk naar de mimiek, naar de gezichtsuitdrukking. Maar eerst eens kijken, waar bestaat een mens nou uit? Nou, dat is een hoofdje. Dat is een lichaampje. Dat zijn beentjes die ongeveer even lang zijn als het lichaampje tot en met het hoofdje. Dus dan hebben we het over deze lengte. Teken ik even opnieuw. En dat zijn armpjes die bijvoorbeeld hier eentje in de zij en eentje die aan het zwaaien is. Bestaat zo'n persoon nog uit bepaalde standaardvormen die je hier altijd voor gebruikt? Eigenlijk alles dat ik teken kun je opbouwen uit drie vormen, vier vormen. Dat is een vierkantje, dat is een driehoekje en dat is een rondje. En natuurlijk kun je hier nog allerlei variaties op maken. Op die andere ook, vierkantjes ook. En als je dat aanvult met wat lijntjes, strepen, puntjes of golfjes, dan kun je eigenlijk alles maken dat je wil. Oké, dus hiermee kan je bijvoorbeeld ook iemand tekenen die wegrent. Ja, zeker. En dan moet je ook afvragen, waarvoor rent iemand weg? Want bij het maken van een tekening is het altijd belangrijk, waarom maak je die? Om je dat zelf af te vragen. Ja. Dus stel, er zit een hond achter je aan. Dan zou bijvoorbeeld zo iemand wegrennen. En wat ik dan doe, nog even die lijntjes erachter. Dat zie je ook vaak in stripfiguren. En een schaduw op de grond. En dan lijkt het echt of iemand angstig wegrent. Nou, waar je het net over had, over die lunch. Ja. Dan moet je natuurlijk wel snel in de kantine zijn. Wil je een beetje op tijd zijn. Dus dan ga je veel meer rennen met je hoofd naar voren. Het lichaampje is dan ook wat meer gebogen. En dan krijg je ook veel meer dit soort rennen bijvoorbeeld. Ja. En je ziet door deze variatie te gebruiken of door deze variatie te gebruiken, creëer je al een hele andere houding. Ja, dus het is echt de dynamiek in de vierkant wat, of rechthoek dat ervoor zorgt of je wegrent of ergens naartoe rent. Ja, precies. Even kijken wat we nog hebben, want we hebben natuurlijk... zo'n jaarplan, ik kan me voorstellen, de helft van de mensen die staan er om te juichen wat er allemaal in gepresenteerd wordt. Dus juichende mensen, misschien zo blij dat ze in de lucht springen. Zo. En ook weer even die schaduw eronder. Dadelijk gaan we kijken naar hoe we die echt blij kunnen laten worden. Ja. Je kan ook zo blij zijn bijvoorbeeld dat je... met je benen, met je hielen tegen elkaar klikt even. Ja. Handjes in de lucht. Zo. Even kijken. En kan je nou ook iemand tekenen die er bedroefd bij staat? Bedroefd, ja. Door lichaamshouding? Dat geef je eigenlijk al aan. Door lichaamshouding, dan maak je een iets bollere rug. Dus denk weer aan dit voorbeeld. Zo, en de positie van het hoofd. Als ik zo sta, ben ik trots. En als je bedroefd bent, hang je meer met je hoofd naar beneden. Denk ook aan hoe dieren dat bijvoorbeeld doen. Hoe gedragen die zich? Die laten hun kop ook veel extremer hangen dan wij dat doen. Maar dat kun je in je tekeningen wel gewoon gebruiken. Ja. Dus hier bijvoorbeeld is iemand bedroefd. En die heeft dan zijn hoofd, laat hij naar beneden hangen. Is iemand nou echt trots? Nou, dan staat hij veel meer zo, benen veel meer uit elkaar, armen in de zij, misschien iemand zo van, hey, kijk mij eens. Ja. Dan ben je echt trots. Leuk, goed om te zien dat het eigenlijk met zo weinig lijnen je een expressie kan maken. Ja.
En bijvoorbeeld ook als je op je laptop aan het werken bent. Of wat had je nog meer voor voorbeelden? Ja, die laptop vind ik eigenlijk wel een goede. Laptop. De nieuwe MacBook Pro. Kijk, je moet het jezelf ook niet te moeilijk maken. Dus zitten doe ik bijvoorbeeld van de zijkant. Nou, hoe ziet dat van de zijkant uit? Dat is ook gewoon een blokje. Dat is precies hetzelfde als dit blokje. Alleen dan lopen er twee beentjes onder de tafel. Hier is de tafel. Nou, een laptopje komen we zo wel op. Dan heb je hier eigenlijk die laptop. Het scherm. Handjes die aan het typen zijn. En misschien is het een beetje raar omdat hij dan zweeft. Een stoeltje eronder. That's it. En dan zit iemand... Te computeren. Ja, dat woord heb ik lang niet meer gehoord. Maar... Computeren. Oké. Goed. Tot zover even de mensfiguren. Ja, leuk dat we nu weten hoe lichaamshoudingen de emotie van een mens eigenlijk kunnen communiceren. Maar hoe doe je dat met de mimiek van een persoon? Mimiek, ja, dat is natuurlijk... Kijk, je moet goed nadenken. Wat ga je tekenen? En verlies jezelf niet in het natekenen van iemand. En natuurlijk is het leuk als je goed kan tekenen en mooie schilderijen kan maken. Maar als jij weer wil geven wat er besproken is of wat de status is van je medewerkers of van je collega's, dan is het, dan wil je gewoon laten zien wat ze daarvan vinden. Ja. Je mag wel wat overdrijven, maar ga geen karikaturen maken. En daarom is het gewoon belangrijk dat je de basisprincipes gebruikt en de basisemoties. Dus wat ik dan doe, en je kan best meedoen. Ik ga meetekenen. Ja, als jullie thuis mee willen tekenen, pak ook een vel papier erbij. Ja, deel het even in 6 vlakken. En je kan het vouwen of gewoon even... Dat tekenen. Teken daar even 6 hoofdjes in. Rondjes, ovalen. Allemaal prima. Het gaat om de boodschap. Het gaat niet om hoe natuurgetrouwe gezichten kunnen tekenen. Ja, precies. Ja, ik zie ook dat jij het doet. Even ghosten noemen we dat. Even boven het papier met je pen gaan en dan hem pas later erop zetten. Mm-hmm. Zodat je al een beetje die spierbeweging in je hand hebt. Ik zet daar 2 ogen in, even in ieder gezichtje. Ik teken een soort ovaaltjes, dropjes. Maar streepjes werken ook, denk ik. Streepjes kan ook, ja. Ja. En dan hebben we even 6 emoties nodig. Blij. Blij. Nou, als we blij hebben, kunnen we ook boos doen. Verdrietig. Schrijf ze even eronder. Hè? Stel, ik pak dit morgen nog even erbij. Dan weet ik dan weet je nog welke het is. Dat is fijn. Ja. Nou, dan moet ik even... Verbaasd. Verbaasd hebben we ook nog. Ja. En dan nog 2. Verontwaardigd. En dan kun je ook bijvoorbeeld nog denken aan, en dat zie je misschien meer aan tekenfilms of in Disneyfilms, gemeen. Nu hoop ik, ik gebruik het niet zo vaak. Ja, dus een half maandje als smiley. Nou ja, een half maandje, 2,5 maandjes hier als mond. En dan krijg je inderdaad een smiley. En wat ik dus ook vaak doe, als ik het even niet weet, dan kijk ik gewoon in mijn telefoon bij mijn emoticons. En we gebruiken het al heel vaak om te communiceren. Mm-hmm. Even zoeken, hè, hoe schaamte, wat is dat dan? En hoe... Maar denk ook zelf naar wat voor emoticon gebruik ik dan ook. Slimme tip. Ja. Dan hebben we natuurlijk nog boos. Nou, dat is een soort veetje boven de ogen. En een boos mondje. Kijk, meer hoeft niet te zijn, hè? Het is gewoon duidelijk. Mm-hmm. En verdrietig. Nou, is eigenlijk het tegenovergestelde van boos. En een sip mondje. Ik teken altijd even een onderlipje ook. En we verbaasd.
Nou. Wacht, kan je hieruit concluderen dat dus de wenkbrauwen eigenlijk vooral het verschil maken tussen een emotie? Ja, precies. Boos en verdrietig zijn in principe redelijk hetzelfde? Ja. Behalve de wenkbrauwen dan? Qua mond zijn die inderdaad gewoon hetzelfde. En als ik bijvoorbeeld mijn blaadje pak en ik leg dit erboven, dan is dat gewoon hetzelfde. Ja. Maar als die wenkbrauwen dan erbij komen, dan zie je inderdaad wat het verschil is. En essentieel. Essentieel, inderdaad. En dadelijk zien we ook bij gemeen dat bijvoorbeeld de combinatie van wenkbrauwen en mond ook een verschil kan maken. Oké, ik ben nu al benieuwd. Nou, je zal verbaasd zijn. Die komt nu. Erg fijn. Dus als je verbaasd bent, vaak gaan de wenkbrauwen dat erg omhoog. Nou, dat mogen we lekker overdrijven door die heel hoog aan te zetten. Neusje. En wat doe je als je verbaasd bent? Oh. Ja, precies. Ja. Dus even dat mondje. Verontwaardigd. Nou, wat doen we dan? Hoe kijk je als je verontwaardigd bent? Nou, ik zou zeggen. Dat je het niet helemaal snapt. Een beetje zo. Ja, een beetje zo. Kijken. Ja, in wenkbrauw. Zo. Ja. En de andere een beetje zo als een streep. En dan zo. En gebruik ook gewoon gerust tekst of vraagtekens bij dit soort dingen. Hè? Of misschien drie streepjes. En dan hebben we gemeen. Dat is wat ik net zei. Dan gebruik je eigenlijk dit mondje. Een soort van blij mondje. Maar wel de boze wenkbrauwtjes. Ja, kijk. Het is gewoon gemeen. Ja. Ja? Leuk hoe dat werkt. En bij sommigen voeg je een neus toe. Ja, dan vind ik het een beetje leeg, inderdaad. Ja. En dan, maar dat is ook... Kijk, het is niet essentieel. Want de neus is overal hetzelfde. Hè? En ik kan ook nog gewoon de rest toe gaan voegen. Dat maakt het iets leesbaarder. Maar het maakt het niet per se veel duidelijker. Oké. Okay. Good to know. Ja. Daarover in de volgende vlogs meer. Ja. Hè? Hoe ga je om met oortjes, haartjes en dat soort dingen. Ja. Maar dat is nu even niet aan de orde. Nog even afwachten dus. Mocht je nou nog een emotie hebben waarvan je denkt, hey, die wil ik graag uitgelegd hebben. Laat het even weten onder de comments en dan kunnen we het in een volgende aflevering behandelen. Toch goed? Zeker. Oké. Okay. Daar hebben we het weer. We hebben natuurlijk over verschillende objecten gepraat toen we het jaarplan uit gingen leggen. Zoals de telefoon, de laptop, duurzaam ondernemen, een e-mail, een briefje met een apenstaartje en de verlenging van de lunchpauze. Maar hoe teken je dat nou eigenlijk? Ruud? Oh, dat... Het is een vraag. Ja, het is een vraag aan mij. Oké, laten we beginnen met de telefoon en de laptop. Twee dingen die natuurlijk allebei bestaan uit een schermpje. En mijn truc is eigenlijk schermpjes om die zwart te maken en dan een soort van witte streep erin te laten. Ik zal dat even voordoen. Ik maak die zwart. Dan laat ik hier die witte streep. En dat, waarom lijkt het op een schermpje? Omdat dat staat meteen voor een soort van reflectie op je scherm. Ja, dus mensen hebben daar heel automatisch al die associatie bij. Nou, als ik daar bijvoorbeeld nu een hoes ommaak en een knopje, heb je eigenlijk al een telefoon. Ja. Nou, als ik dat nou wat breder maak, pak ik ook even een bredere stift. Ik maak daar weer materiaal omheen. En bijvoorbeeld, nu kijk ik recht tegen de laptop aan. Dus die is hier iets breder. En misschien heb je hier nog zo'n dingetje. Oh ja. Misschien loopt dit een beetje ronder. Dan heb je eigenlijk een laptop. En dat kun je ook doen als je er iets meer bovenop kijkt. Of stel je staat achter iemand en je kijkt echt op zijn tafel. Dus dan zie je veel meer dat toetsenbord. Dus dan heb je meestal die trackpad, die toetsen, die zou ik niet allemaal tekenen. En weer dat schermpje erin.
Even met die dikke stift weer goed zwart maken. Nou, kijk, en als ik het dan ook gewoon op een afstandje hou. Ja. Je hebt meteen die associatie, hè? Ja, dat het reflecteert. Ja. Ja, inderdaad. Even kijken, wat hebben we nog? Ja, ik liet net ook al zien, maar is die ook alweer. Hier een laptop van de zijkant. En daar kunnen we ook nog even naar kijken. Dus wat hebben we dan? Dan hebben we eigenlijk. Een laptop staat nooit onder 90 graden. Een laptop staat eigenlijk altijd een beetje meer zo geklapt. Dus dan hebben we hier dat scherm. En omdat je er echt van de zijkant tegenaan kijkt, is dit zo de zijkant en dit de voorkant. Dus dat, hier zit zo het trackpad, dat is dit stukje. Ik daar meteen weer even hetzelfde bij. Die reflectie toevoegen. Ja, precies. En hoe kan je er nou voor zorgen dat je uitdrukt dat iemand gebeld wordt, bijvoorbeeld, op deze telefoon? Ja, nou ja, dan je zou die telefoon kunnen tekenen. Oh. Dan bijvoorbeeld symbolen toevoegen. Dat hij aan het trillen is, omdat hij geluid maakt. Ja. Maar bellen aan zich heeft natuurlijk ook een symbool. Als je kijkt in je telefoon. Ja. Precies, blijf toch? Even zo zitten. Nee, nee. Je doet niet dit. Nou, ja. Toch? Nee, je doet niet dit, maar wel de horen is wel het symbool van het bellen. En dat is ook het symbool dat in je telefoon staat om te bellen. Ja. Dus als het inderdaad gaat over het beperken van beltijd of wat dan ook. Hè, minder bellen zou ik bijvoorbeeld zo uitbeelden. Ja. Dat snap ik. Nou, dit is minder. Dat kan ook gewoon zo. Of dat kan ook een minnetje zijn. Maar inderdaad, samenwerken met de iconen, dat werkt vaak heel pakkend. En zeker als je het over activiteiten hebt en bepaalde iconen die daarvoor staan. Ja, oké. Okay. Ja? Duidelijk, ja. Oké, okay. Misschien nog een leuke toevoeging. Hè? Want dit neigt er al een beetje naar. Als je dit nou iets breder maakt. Nou, wat krijg je dan? Een iPad. Ja, ja. Ik dacht een hele grote telefoon. Nee. Een Gameboy. Het is inderdaad hetzelfde. Ja. Ja, wat is een grote telefoon? Dat is een iPad. Dus die vraag krijg ik zelf heel vaak. Hoe teken ik dan een iPad? Hoe teken ik... hoe teken je het verschil? Of hoe leg je dat uit tussen een telefoon en een iPad? Maar ik denk dat ze dan vooral in de afmetingen. Dus teken die ook gewoon eens naast elkaar. Scherm van een laptop, scherm van een telefoon, scherm van een iPad. Ja. Dan hoef je er nog maar heel weinig mee te doen om dat volledig te maken. Oké. En hoe zou je dan bijvoorbeeld duurzaam uitbeelden? Daar hadden we het net over. Best wel een vaag begrip. Ja, kijk. Bij het maken van een notulen is het natuurlijk belangrijk dat je weet wat je tekent. Ja. En soms is het nodig om ervoor te zorgen dat je even nog die vraag extra stelt. Dus wat is dan duurzaamheid en wat betekent dat dan voor jouw bedrijf? Nou, dat gaf je net ook al aan. Dat, minder papier. Minder papier, ja. Maar over het algemeen, en als er bijvoorbeeld 4 of 5 punten zijn die daar allemaal onder vallen, kun je ook gewoon weer symbolen gebruiken. Net zoals bij dat bellen. Dus wat ik daarvoor gebruikte is een blaadje. Ja. Ja, want, en dat is een beetje de onderliggende reden. Waarom ben je duurzaam? Of waarom ga je dat handhaven? Nou, dat is omdat je een bijdrage wil leveren aan het milieu of aan een beter milieu. Dus ik gebruik hier een blaadje. Dat is niet precies een rondje, maar stel je voor je zou gewoon een rondje gebruiken. Dan werkt het ook. Steeltje en die nerven van het blad, hè. Dan kan dat ook gewoon werken. Ja, maar stel, het gaat nu over het recyclen of minder papier gebruiken. Dat kan je natuurlijk zeggen. Maar je kan ook zeggen, we gaan het papier hergebruiken. Ja. Ik moet zeggen, ik teken ook altijd op de achterkant van een blaadje. Ja, dus dan kun je beter
bijvoorbeeld het symbool gebruiken. Dat hierop lijkt. Ja, twee pijlen die in een cirkel om elkaar heen draaien. Ja, of drie. Dat, ja. En dit vind je eigenlijk op heel veel verpakkingen of heel veel materiaal. Dus het hoeft allemaal niet ver weg te zijn wat we gebruiken. En als ik zeg we recyclen papier en ik schrijf hieronder papier. Dan snappen mensen het gelijk. Ja, dat hoop ik altijd. Dat denk ik wel. Ja. Oké, okay, ja. Nou, we hebben er nog een paar over. Twee symbolen die eigenlijk terugkomen in het jaarplan. Jaarplan. Voor 2020. En dat is meer e-mailen en een verlenging van 10 minuten van de lunchpauze. Nou, even kijken, het e-mailen. We zien hier, ik heb een combinatie gebruikt van iconen en van afbeeldingen. Dus sowieso van een hartje, want het ging over de relaties die je met klanten hebt. Dus dit is wel een symbool voor relaties. En dat er meer ge-e-maild gaat worden en minder post de deur uitgaat. Dus mail, post zou je wel zo kunnen afbeelden, maar dan lijkt het nog steeds op een brief. Ja. Je kan ook gewoon recht een brief tekenen. Bijvoorbeeld in combinatie met dat hartje weer. Maar het lijkt op een brief. Dus als je daar even ergens een apenstaartje aan toevoegt. Dan kan zowel dit als dit best wel symbool staan voor wat je bedoelt. Ja, een e-mail inderdaad. Een e-mail die gaat over klantrelaties. Ja. Als je dat echt nog duidelijker wil maken. Dat alleen voor de klanten, dus dit is je klant, e-mailverkeer gebruikt moet worden. Nou, dan kun je bijvoorbeeld zo'n opzetjes maken. En als dat dan gebruikt wordt voor die relatie, ja, dan is dat dit. Nou, dit is nog steeds post, maar nu is het meteen een e-mail. Dus je kan er ook voor kiezen hoe jij daarmee omgaat. Een brief. Teken ik ook vaak zo. Naam, postzegel, dus dat zou ook nog kunnen. Ja, de voorkant. Ja, de voorkant inderdaad. Wat hadden we nog? De lunchpauze. De lunchpauze. Allerbelangrijkst. Ja, kijk. Daar ga je dan. Dan ga je dan naar je lunchpauze. Oké. Maar ja, 10 minuten langer? Ja. Ja. Klokje. Schrijf er gewoon even bij wat je bedoelt. 10 minuten. Het is niet erg om te schrijven. Veel mensen denken, oh, nu moeten we tekenen. Dus alleen maar tekenen. Nee. Het gaat erom dat je een beknopte samenvatting krijgt. Dat je duidelijkheid krijgt door te tekenen. Ja. Dus 10 minuten. En dan die sneebrood. Nou, die sneebrood bestaat eigenlijk uit twee cirkels en een vierkantje. En als ik dan dit stuk eigenlijk weghaal, krijg ik gewoon dit. Als ik dan dat wat dikte geef, bijvoorbeeld door hier nog een keer langs te gaan, en bij de klok ook, dan kan ik die combineren. Tot het volgende. Plus 10 minuten. Lunchpauze. Ja. Ja? Super. En je ziet ook wat mij gebeurt. Ja, soms ga je over een ander lijntje heen en dan heb je geen Ctrl-Z. Nee. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Nee. Ja, we zijn geen schilderij aan het maken, omdat het mooi is. We zijn dit vast aan het leggen, omdat het duidelijk moet worden. Natuurlijk is er nog veel meer om te vertellen over visueel notuleren, maar dat komt allemaal in de vlogs hierna. Vond je deze video nou leuk? Like deze video dan. En als je op de hoogte wil blijven van al het moois dat komen gaat, dan kan je ook abonneren. Wil je een training zakelijk tekenen volgen? Dan raad ik je aan om even een kijkje te nemen op onze website www.gtp.nl.
Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.